Dag kijkers van de vlog en ja, zo intro's dat werkt niet echt bij mij. Hè. Vandaag waarschijnlijk een heel saaie vlog, maar wel vol met bv's, want ik moet naar een Ketnet event. Ketnet ontrafelt. Het probleem is, ik zit alleen in een auto. Voilà, dus is niemand om mij te filmen on the road. Dus ik ga dat nog moeten zien hoe dat ik de on the road stukjes ga oplossen. Hoppatee! Haar beauty shotjes. Oké, ik ben op locatie. Klein beetje te laat, dus ik ga moeten doordoen. Ik weet alleen niet of ik daar mag vloggen, omdat er zo keiveel bekende mensen zijn. En misschien is er zo geheime informatie, ik weet het allemaal niet. Dus, ik ga eerst even gaan kijken. Mijn camera hier liggen. Als ik mag vloggen, dan kom ik die gewoon halen. Deze de beweging van... Amai, er is over nagedacht. Dus als je me ooit die beweging ziet doen, dat is over nagedacht. Misschien niet met het... Ik ga door, ik ben te laat. Ik mocht niet filmen op het evenement, maar ik heb wel iemand gevonden, namelijk... Giovanni. Ja, lief van Laura Tesoro eigenlijk, hè. Het is lief van Laura Tesoro. Ja, Giovanni. Ik speel onder andere mee in Nachtwacht. Ja, maar Laura is die zangeres, hè. Toch ja. Heeft dat zo op Eurosong heeft hij meegedaan. Ja, ze is zangeres en ik ben zanger bij de Ketnet Band. Die zingt echt goed, vind ik. Ja? Ja, ik dans ook. Schoon madame ook, hè. Ja. Allee, zo niet mijn ding, als je zo moest zeggen, zo, kiezen tussen zo Laura Tesoro. Of totaal iemand anders, zou ik je toch voor totaal iemand anders. Maar dat is smaak. Maar vertel je. Ik ben Giovanni. Lief van Laura Tesoro. Ja, ik ben voornamelijk bij Ketnet. Wat eet je 's morgens? Zo. Ik eet croissants. Nee, Laura. Diepte interviewen, hè? Ja. Muesli. Maar sorry, doe maar. Ja, ik ben dus werkzaam bij Ketnet. Wanneer is hij begonnen met zingen? Want die is al even... Ik ook trouwens. Ik ben al nu een klein jaartje bij... Talentje ook, hè. Dank je. Talentje. Ja, ik doe mijn best. Je zo talentvolle mensen, denk ik, zo Laura Tesoro en dan zo nog zo andere daaronder. Hè? Maar van waar kennen de mensen nu? Van onder andere Nachtwacht kennen ze mij. Ik speel daar de Weerwolf. Dus want hij heeft niet alleen Eurosong gedaan, hè? Wat heeft hij nog gedaan? Heeft hij niet zelf Ketnet ook? Ik ben voornamelijk musical. Werkzaam. Ja, dat kunnen mensen mij ook van kennen. Maar was dat niet met Koen Krukke zat daar ook nog bij, denk ik? Ja, en ik zat daar op zich ook bij. En Tatjana Beloy, ja. Ben Thomas, Leonard Muilen, allemaal van die toestand. Ja. Het is hier zo'n heel groot bv-feestje. Oh, en jij mocht ook komen, hè? Ik mocht er ook bij zijn, ja. Want ik kent Laura Tesoro, die is er natuurlijk niet bij. Een beetje jammer. Ik was ook bij Ketnet Musical. Ik deed de dans daar vooral. Is dat Tesoro of Tesoro? Tesoro. Nee, vraag van de kijkers. Dus ik ben dus werkzaam daar. Ja. Bij Ketnet vooral. In Ketnet Musical ben ik gespecialiseerd in dans. Vooral gespecialiseerd in dans. Want ik heb dan 13 jaar dan een opleiding gedaan voor dans. Het is nog dessert. Dat is wel zo. Er is ook een evenement. Er zijn nog andere bv's ook. Vandaar dat ik die niet mag filmen. Ik weet wel alleen, een heel rare jongen. Dus het is best fijn om zo eens tussen de mensen te lopen en zo. Je leert zo wat mensen kennen. Dat was wel plezant. Ja? Ik was nog Ah ja, sorry, nee. Valasse die kent ook Laura Tesoro. Ja. Dat is een goede zangeres. Ja, en hier met een Gio. Hi, dat ben ik. Van Nachtwacht. Ketnet Band of Ketnet Musical. Of... choreografie voor Studio 100 en dat soort toffe dingen wel. Ja. Is er nog iets belangrijks dat de mensen moeten weten? Dus? Nee, verder niet eigenlijk, denk ik. Wil je nog iets weten? Heb je nog een vraag ofzo? Nee, ik vond het interessant. Tof, ik ook. Ik vond het leuk, dankjewel. Ik ben blij dat ik in je vlogs mag. Ja, dat is nog niet zeker, hè. Dus... Dat is een footage, dit is een pilotaflevering dat we willen draaien. Ik zou zo, omdat ik wil, staat die open voor vlogs, Laura? Ik zou heel graag zo gasten in mijn vlog willen hebben. Die doet natuurlijk wel de bekendere vlogs ondertussen. Dus, het is... Want ik, bekend... Een bekende vlog is relatief, hè. Je hebt bekend en je hebt... Enfin, views of zo maken u niet bekender dan anderen, hè. Dag, Nee, dat is waar. Maar goed, ja, die heeft natuurlijk wel veel andere hoofd nu. Dus ja, die gaat niet zomaar bij elke random... What's the pressure? Hè?
Welk zijn die backing? What pressure? Dan moet je ook kunnen dansen. Ik kan jou leren dansen. Ik ben danser namelijk. Ik geef ook les. Kijk. Bij Studio 100. Had dus ik niet verwacht dat je met zo'n t-shirt danser was. Dat is wel verrassend, hè? Zo'n dans-t-shirt, hè? Nee. Een beetje kapot. Het verdient ook niet heel veel, hè? Nee. Wil jij ook het lief van Laura Tesoro worden? Gaat dat nog? We gaan audities houden. Ja. Wie wordt het lief van Laura Tesoro? Ik zie dat wel zitten. Ja. Op zoek naar... Tesoro. Lover. Ja, dat was zo niet echt iets, hè. Ja, niet goed bezig, hè, man. Wat zit je wat te maken in de vlogwereld? Ja, maar hij zegt tegen mij, je wilt vloggen. En... Ja, maar ik doe toch gewoon mijn best. Ja, ik stel je gewoon random vragen in de camera en je hebt de hele tijd over Laura Tesoro. We moeten zelf ook kunnen verkopen, hè. Ja, maar we hebben toch gewoon geoefend nu? Het is toch niet dat we nu... Ja, nee, geoefend. Dat is één take erop zetten, een beetje monteren, niks met online. Dus ik was altijd over Laura Tesoro bezig. Zo kan ik niet... Allee, wat materiaal geeft jij mij nu? Wie is Laura... Ik ken die zelfs niet, Laura Tesoro. Ja, ja, ik probeer... Is niet dat er kindjes meer... kijken of zo, allee. Ja, ik probeer dat... Ja, je probeert, Gio, maar... Jongen... Ja. Dat is aandacht. Dat is de aandacht erbij houden en... Hem doortrekken. Ik heb mijn vlog staat bekend om grappigheid, gevatheid en spitsvondigheid. Oh ja, en dat lukt altijd. Met af en toe slimme kuts. Wat de mensen die ik uitnodig wel, maar ja. Kijk. Ja, okay. We hebben het erover gehad, hè, Gio? Ja, ja. Ja, maar ja, we hebben dit is mijn eerste keer. Ik vind dat je gooit me wel een beetje in het diep ineens. Ja, maar Gio, hè. Als je het liefste van Laura Tesoro, dan moet je niet deze verwachten, maar je moet kunnen presteren onder pressure, hè, maat. Ja, maar hé. Hey, het is niet voor te lachen dat ik dat zeg, hè. Ga maar oefenen, hè. Sorry voor deze vlog. Ik kan daar ook niet aan doen. Ik mocht niet binnen op het event. En de enigste dak te pakken kreeg... Is zelfs niet bekend. Nergens niet. Heeft een bekend lief en zo. Ik ben Giovanni en dit is mijn eerste vlog. Ik kom net van Ketnet. Zoals je... al kan zien, sommige typetjes vloggen daar niet binnen. Ik heb daar maar niet binnen. Een redelijk goed voorbeeld van. En heb jij vlogmateriaal van binnen? Ik wel. Maar je mocht niet filmen. Allee. Ja, maar je moet het slim aanpakken, hè. Ik heb gevraagd, mag ik naar binnen en... Ja, maar dat is het ding. Je moet het niet vragen, hè. Dus je had dat gewoon binnen... Ik ben je nogthans gevraagd van... Als jullie willen weten wat er daar binnen allemaal te doen is, onder andere op dit event... En waar jij kreeg? Met bepaalde waardeloze artiesten die gelukkig niet binnen mochten. Ik wil niet... Ja. Zo. Met een zakje gekregen. Ja, die is van mij. Maar dat is met goodiebags of wat? Het is... Ja, veel plezier met kijken. Geniet ervan om te zien hoe het backstage eraan toe gaat. Nou, zo is het gemakkelijk als je alle fans van Laura Tesoro achter je hebt staan om de vlog te starten. Uiteraard de grote bazen. Dat is moeite te doen om een beetje deftig materiaal te krijgen. En dan, dus veel kijkplezier. Zo wat tips voor te vloggen. Een steek in de rug. Hè. Ik heb hem niet. Ik denk dat ik wel genoeg materiaal heb. Kun jij die beelden van binnen doorsturen naar mij? Sorry, Van binnen? Oh, ja, van het feestje of zo. Dan monteer ik daar wat bekende koppen tussen en zo. Dan heb ik ook zo wat vlogmateriaal. Ik heb nu heel weinig om daarin te steken. Geef anders je nummer, dan bel ik jou wel. Dat is hier, wacht zo. Oh, Dempsey Hendricks. Dempsey. Nee, niet Dempsey, Dempsey. Dempsey. CKX. CZX. Zwaar.
connecties leggen hè, in Nederland. En zo, Knol, pas maar op! Dempsey komt eraan. Dempsey. Ja. Ja. Nee, oké. Ja, het was leuk. Binnen was het leuk. Ja. Ja. Binnen was het heel leuk. He? We hebben pizza gegeten. We waren frieten. Dag, kijkers. Theo van hier. Damsi. Ik ben zowat de enige die in deze vlog gelooft. En Laura Tesoro ook. En zeg het maar, Laura Tesoro gelooft ook in mijn vlog. Zoals ik al zei, ik ben de enige die in deze vlog gelooft. En Laura Tesoro. Dus blijf vooral hard werken, Damsi. Blijf vooral hard werken. Ik vind dat je het goed doet. Ik geloof erin.